en nieuw 2011. Meer Carbiet. Meer Kamal. Meer Gezeik. Carbiet schieten, deel 2. Oops. Dankjewel. Dat vind ik heel goed. Ik heb het algemeen de vorm ingelezen en het is verboden met Carbiet binnen de bepaalde kom. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Oké, dan laat de politie mij komen. Ik vind het heel goed. Ja, prima. En waarom gaan jullie dan niet bij je kijken voor de deur? Ook gedaan. Hebben we ook gedaan. Waarom zullen we dan hier maar uitgerekend? Kleine kindertje, woon daar, babytjes. Wat gaat u doen? Weg. Oh, zo weg. Wie zegt... Laat mijn camera los. Oké, ik laat het los. Wie zegt dat jij ik wilde het filmen? Gewoon, ik mag gewoon wie filmen. Zegt, nee. Omdat ik wilde de Carbiet schieten documenteren. Nee. Ik wil op een openbare dat weg. Dat wil is ik vorige week ook al, vorig jaar ook gebeurd. Gebeurt weer hetzelfde. Ik ga nu... Ik vind het heel goed. Gaat u dat doen? Want het mag gewoon namelijk. Dat hebben we namelijk ook uitgezocht. Alleen één ding niet, jongens. Jullie wonen daar, aan de trambaan. Ja. Waarom gaan jullie je eigen ouders niet vervelen? Zij hebben wij genoeg gedaan. Dat snap ik nou niet. Om 10 uur zijn we ermee begonnen. We hebben hier een hond binnen, die zit helemaal te shaken onder tafel. Die durft niet eens naar buiten om te plassen. En het is de hele dag is dat nou precies hetzelfde. De hele dag, ja, maar we gaan het hele dorp zijn we helemaal rond geweest. Overal. Doen ja, wij een paar plofjes, ja. Gaan we door. Het gaat vanzelf weer over. Het gaat, ja, natuurlijk wel. We zijn hier over 20 minuten. Zijn we over 20 minuten zijn we weg. Over, jongens, dat is zo. Eerst even schudden misschien. Meer publiek, wat goed. We gaan er zo hard in het water. Ze kunnen allemaal twee gaan zien zwemmen. Gooi twee er gewoon achteraan. Dat zijn 20 Als ik jou nou vasthoud, kun je zo maar hier op het randje gaan staan. Als je vasthoudt aan één arm of zo.
Ja, maar als we daar...